Hele goedemorgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik ben net thuis, ben eventjes rondje winkel geweest. Morgen is namelijk viert ons petekindje haar verjaardag. Die is nog niet jaar, maar dan viert ze het. Moeten we even heen, Niels morgen ook werken, dus ik moest dat nu even regelen. Daarna, ik had luiers nodig, dus ik ben even gelijk bij de Kruidvat aangegaan om luiers te halen. En een paar boodschapjes, avondeten, et cetera. Ik moest even... avondeten voor morgen moest ik even regelen. Dus dat. En nu ben ik thuis. Ga ik daar boven opruimen. Ga ik boven poetsen. Even wat eten en dan aan de slag. Ondertussen heb ik de kinderen alweer opgehaald. Zijn we alweer naar huis geweest. Ik heb boven alles gepoetst. Ook de douche, et cetera. Ik heb allemaal gedaan. Ik moet alleen nog de spullen recht zetten. En dan is het allemaal klaar. Maar we zitten nu te wachten met z'n allen. Want de kinderen gaan zo naar de kapper en Niels. Niels is ook een beetje een kind. Dus hè, kinderen. Nee. Maar goed. Dit is allemaal voor. Voor. En daar zien jullie in de loop van deze vlog wel. Sam heeft het zo goed gedaan. Dit is trouwens het resultaat. Maar Sam heeft het zo erg goed gedaan. Normaal is het altijd janken, schreeuwen en doen. En nou heeft hij zitten lachen. Dus dat is mooi. Daar ben ik blij om. Jordi is nu aan de beurt, maar Jordi is altijd lastig. Die is, hoe je het ook bent verkeerd, altijd lastig. En omdat hij natuurlijk ook die plekken heeft van alopecia. Heb ik ook gezegd, zo kort mogelijk op de zijkanten. Bovenop mag wel iets of wat zitten, maar echt zo kort mogelijk. Want dat is gewoon het mooiste. Het moet wel gewoon ook netjes blijven, zeg maar. En ja, Jordi's haar groeit wel hard. Maar ja, die plekken natuurlijk niet. En er komen weer nieuwe plekken bij. Dus ik zei ook al, ik zeg wat te doen. En toen zegt hij ook van ja, zo kort mogelijk doen is het mooiste. Ik zeg dus ja, doe dat dan maar. Dus ja, dat. Alopecia, mensen, echt. Hij heeft er geen benul van. Maar als je er wel benul van hebt en je hebt gewoon die grote plekken zitten... Ik denk dat je dat ook best wel last van kan hebben als kind zijnde, maar ook als volwassene. Dat is best lastig, denk ik. Want dat is ook het uiterlijk. En natuurlijk heeft hij Down-syndroom en heeft hij al iets met uiterlijk. Maar ja, ik denk dat het toch best lastig is. En je hebt ook geen benul van wanneer het weer aangroeit of het überhaupt aangroeit. En zo ja, groeit het aan, wanneer valt het weer uit? Dat blijft altijd wel een dingetje, denk ik. Maar goed. Gelukkig hebben we een kapper die ontzettend goed meedenkt en daar ook heel liefdevol mee omgaat, moet ik zeggen. Dus ja, hierna is, na Jordi is Liam aan de beurt en als Liam klaar is, gaan we weer naar huis. En dan ga ik frietjes maken voor de kinderen, want het is inmiddels 5:55 uur. Zoiets. En Jordi is ook geknipt. Het nadeel van Jordi is, zoals je hier ziet... Hier zie je plekjes bij komen. Je zat al enigszins een kalend stuk. Ja, het is gewoon niet te doen dit. Maar ja, hij is er niet minder om. Hij is er net zo knap, vind ik. En dit is het resultaat bij Liam. Weer kort maar krachtig. Oh, komt ze nou alweer? Vervelend mens is het ook, hè? Dan moet je je schoenen uitdoen, dat kun jij zelf. Ben je moe? Ook kun je dat niet zelf? Nou, omdat je het zo goed hebt gedaan. Omdat je het zo goed hebt gedaan, doen we dat. Papa, kom eens hier. Jij moet ook even laten zien. Tada! Ziet er ook weer fatsoenlijk uit. Nou, ik nog kort. Maar dat mag niet. Een hele goede morgen. Jongens... hebben natuurlijk 3 dagen school gehad. Ze zijn helemaal... Dus die zijn nu aan het relaxen. Met een filmpje. Ze hebben wel gespeeld. Dat wel. Maar er was op een gegeven moment ruzie. Zelfs Jordi werd betrokken bij de ruzie. Ja. Dus dat. Niels is werken. En... ik heb natuurlijk gisteren boven gepoetst. Nu ben ik nog even mijn wassen allemaal aan het doen en zo. Zodat dat ook bij is. En dan vanavond even boven of hier beneden poetsen.
hoef morgen eigenlijk vrij weinig te doen. Dat is eigenlijk de bedoeling. Maar goed, dat is wat de bedoeling is. En we gaan het zien of het lukt. Ik denk het wel. Vanmiddag hebben we een verjaardag van mijn peetkindje. Van ons peetkindje, want Niels is ook peetoom van haar. En ja, dat is wat er gaat gebeuren. En voor de rest niet veel bijzonders. En nee, ik film niet daar, want daar is ook gewoon privacy natuurlijk. Dus als ik het zou vragen, dan zouden ze daar niet zo moeilijk om zijn als hun zelf maar niet in beeld komen. Ze vinden het niet erg als hun dochter in beeld komt, maar nee, er zit meer visite op dat moment en nee, dat ga ik niet doen. Dus nee, dat. Maar voor de rest, we gaan het zien hoe het loopt vandaag. Over een klein half uurtje ga ik even fruit maken. En dan zelf ook nog eventjes bijkomen van heel de week. Maar goed, het is zoals het is. Zo schattig, hij is papa aan het spelen. Ah, is jouw baby? Is jouw baby? Doet baby slapen? Nee. Doet baby slapen? Nee. Ik ben nou. Mama, tutje en baby erin doen dan? Ja. Ja? Het gaat een beetje niet netjes, maar hey, hè? Kun je baby knuffelen? Hey Sam, ga je baby knuffelen? Ook kusje geven. Ah, dat is ook lief. Waar is baby nou? Sam, waar is baby nou? Waar is baby nou? Waar is baby nou? Oh no. Is dat baby? Yay. Yay, doe je baby knuffelen. Zo knuffelen, zo. Oh. Oh, knuffelen. Oh, nee. Heb je de tut er weer uit? Dat is dus hoe het hier gaat. Baby is nog steeds in trek. En dat is helemaal prima. Hier, doe er maar in. Het is baby. Is een baby. Je hebt de tut. Ik heb de tut niet. Heb je die gelaten? Nee. Ik weet niet waar die is. Moet je even gaan zoeken, de tut? Nee. Nou, doet baby huilen. Wee. Oh no. Doe maar knuffelen. Hoe knuffel je? Oh, baby. Wat dat betreft, ik weet niet. Ik vind hem eigenlijk wel heel erg leuk met kleine kindjes. Maar dit is een pop natuurlijk, hè. Dit is niet echt leven. Want als het echte leven zou zijn geweest, zou die niet zo lief zijn, denk ik. Ik weet niet wat Tut is. Waar is Tut? We gaan even die Tut zoeken en dan ga ik zorgen dat ze eten hebben. Pas op voor het afstapje. Ik zou hem daar rijden. Dat gaat zo, ja, heel slecht. De deze wel. Inmiddels heb ik even iets comfortabelers aangetrokken. Ik ga even pyjama's pakken voor de kinderen. Die hebben het gegeten en de hele boel. Dus even pyjama's pakken. En dan is het alweer bijna tijd voor ze om naar bed te gaan. Dus ja, verjaardag was gezellig. Even bijgekletst. En ja. Zo. Dan dadelijk beneden poetsen. Zelf eten, beneden poetsen. En bankzaken doen. Want dat is ook belangrijk.
Dus ja, hè. Wat is er, Liam? Je was mama aan het roepen. Wat is er? Moest je knuffelen? Mama even pyjama's wegleggen en dan kun je knuffelen met mama, ja? Kom dan knuffelen. Oh, lekker knuffelen. Ja, dat is mama. Lief. Ik hou ook van jou, schatje. Ben jij mama's baby? Hey, Liam? Ben jij mama's baby? Mama's baby? Jij bent toch mama's baby? Oké. Jij bent toch mama's baby? Lekker ding. Wil je nog meer knuffelen? Kijk eens naar mama. Wil je nog meer knuffelen? Kom dan. Hij is ook zo'n warmbloedig kind. Hij is nu ook gewoon heel warm. Hij heeft geen koorts, niks, maar hij is gewoon heel warm. Hij is echt zo'n warmbloedig kind. Maar dat heeft hij niet van de vreemde, want papa zit hier ook gewoon in zijn boxershort. Dus dat scheelt. We weten gewoon waar hij het van heeft. Ik heb iets. Ja. Ik weet dat Inge het al geproefd heeft. Ik weet niet wat ik ervan moet maken. Maar we laten het maar gewoon gaan testen. Want ik ben wel benieuwd. Ik ben wel nieuwsgierig. Appeltaartkaas van de Jumbo. Laten we het gaan testen. We gaan samen testen. Ik heb 2 stukjes afgesneden. Joef, ga weg, maar je krijgt het niet. Joef, move. Niels, kom er even bij. Joef denkt, we gaan het samen testen. Het ruikt niet. Het ruikt naar Joodse voeten. Wil je ook proeven, Joef? Jij vindt het niet lekker, hè? Nee. Ik snap de link wel met appel. Ja, ik snap de link ook met appeltaart. Als je het zelf zo in je mond doet, dan proef je kaas. Maar de nasmaak is appeltaart. Mm-hmm. Ja. Inge had het over kanelig zijn. Maar ik snap die appeltaartsmaak wel. Vind ik het vies? Het is niet vies. Jij vindt het wel vies, hè? Het is gewoon niet lekker. Jij vindt het niet lekker. Vind ik het lekker? Nee, het is ook niet mijn ding. We gaan morgen gewoon eens proberen of Liam me lust. Zal Liam me lusten, denk je? Nee, die denkt was de moraal, sorry. Weet ik niet, we gaan morgen gewoon eens kijken. Doen we gewoon morgen testen met Liam. Mm. Maar ik denk dat hij denkt van, dat is een rare zooi, want het is meestal met hem. Ja, weet ik niet, maar soms vindt hij ook iets gewoon heel lekker. Waar ik denk bij mijn eigen, dat weet je toch niet lekker. Mm-hmm. Dus, ja, we gaan het zien. We gaan het gewoon zien. Omdat ik Niels die appeltaartkaas heb laten proeven, onder dwang, want hij wou eigenlijk niet. En hij het niet lekker vond. Heb ik maar iets lekkers voor hem gemaakt. Zelfs je hoeft zitten smekken. Maar goed, hè? Wij gaan even lekker smullen. En ik denk iets van een serie kijken of zo. Appeltaartkaas. Ja. Ben je kaasje? Ben je kaas? Nee, niet bus. Kaas. Moet je proeven.
Hé, hey, is kaas. Kom maar happen, is kaas. Doe je even rustig met springen. Eerst eten. Is yummy? Doe eens niet. Nee, nee, nee. Is kaas? Is lekker? Kaas. Kaas. Yummy? Is de kaas yummy? Nee. Yummy? Oké, okay, yummy. Liam vindt die appeltaartkaas lekker. Kijk maar. Sam is niet een kaasgek, maar we gaan het wel proberen. Yummy! Yummy! Lekker? Ja, jij vindt hem wel lekker. Papa, het zijn niet jouw kinderen. Moet jij nog kaas? Oké. Okay. Liam kwam even controleren. Ik ben ontbijt aan het maken nu. Oké. Okay. Fit check. Zal ik het even proberen als een professionele vlogger? Maar geen professionele vloggen mensen echt niet. Ik doe gewoon wat ik denk. Oh, dat is wel leuk. Dat is het enige wat ik doe. Maar goed. Professionele vlogger. Oké. Okay. Fit check. Broek. Kranenbroek. Ja, kranenbroek. Shirt, kranenbroek. En dan denken jullie, voor degenen die boven de rivier komen, kranenbroek, wat in de hel is dat? Dat is eigenlijk een mega action. Om het even heel simpel uit te leggen. Maar dan ook met alles wat er in het jaar door gebeurt. Dus kerst, Pasen. Ze hebben echt mega groot assortiment. Sommige dingen zijn duurder, sommige dingen zijn goedkoper. Je moet gewoon, net als bij de Action of waar dan ook, uitkijken wat je koopt. Maar Kranenbroek is een topwinkel, want ze hebben echt wel leuke dingetjes. Zoals deze. Ik zag deze, ik dacht, en die stof, jongen, die is lekker. Ook deze stof is ook lekker. Ook voor de hele grote maten hebben ze ook echt wel wat. Werkkleding, werkschoenen. Voor kinderen hebben ze van alles. Ja, het is gewoon echt een winkel waarvan je denkt bij je eigen, daar kom je eens in de zoveel tijd en dan ben je ook heel wat kwijt, maar ja, het is leuk daar. Maar goed, daar zijn we dus laatst geweest, voor mijn potten enzovoorts, dat is ook een stuk goedkoper, ben ik even heel eerlijk in. Maar dit komt dus daar vandaan. Kranenbroek heeft ook een eigen merk, even kijken, Nielson heet dat. Of ja, eigen merk. Hun hebben alles van het merk Nielson. Of dat van hun zelf is, weet ik niet. Maar in ieder geval, dat is van hun. Hun hebben 4 vestigingen. Eentje daarvan is in België. Als je een keer een middag niks te doen hebt, ga daarnaar kijken. Het is echt oprecht een aanrader. Of met kerst. Of in ieder geval rond kerst, november daar ergens. Maar goed, ik ga naar de winkel en ik neem mee mijn gezin. En dan denk je bij eigen Mandy en Koekoek. Nee, dat heeft een reden. Ik wil dat Niels gezondere dingen eet. Want Niels is de laatste tijd een beetje aan het verslonzen bij. Nou, we hebben alle boodschappen gehaald. En we hebben ook nog even wat bij de Amazing Oriental gehaald. En ja, de kinderen hebben lumpia's op. Daar zijn wij aan het eten. Lekker jong. Mooi. En sweet chili jar. Ja ook. Deze is lekker. Mm-hmm. Maar is voor chicken. Wij gaan zo naar huis, boodschap uitlaaien en de bambik wenden.
Niels is eventjes nog met de kinderen naar de speeltuin geweest. Ondertussen heb ik eten gemaakt en Jordi vermaakt en wat opgeruimd en fruit gewassen en nog wat boodschappen opgeruimd. En nou, ga zo maar door. Nu ben ik boven, zoals jullie zien. Ik ga even was vouwen en even een stukje editen alvast. En de kinderen zijn beneden met Niels en ik ga even in mijn eigen wereld duiken.